Ook dit jaar zien we natuurlijk weer de ooievaar. Op een mooie plek, met uitzicht, hoog op de schoorsteen van het stadhuis in Gennep. Man en vrouw ooievaar werken verder aan het nest en aan kuikens. Inmiddels broeden ze al op 3 eieren. Na een lange tocht vanuit West-Afrika zijn de lepelaars weer neergestreken in een grote kolonie aan de rand van Haarlem. Ze beginnen direct met het bouwen van hun nesten. Zo te zien duurt het nog wel even voor die allemaal klaar zijn. Nog even geduld dus. Man Steenuil brengt zijn vrouw een muis. Zo laat hij zien dat hij goed voor vrouw en nageslacht kan zorgen. Een paar kleine hapjes, voorzichtig eten en de rest, die bewaart ze voor later. Dat doet de bosuil dus anders. Ook deze man brengt zijn broedende vrouw een muis, maar die is, zonnige treuzel, in één keer weg. Er is iets merkwaardigs aan de hand. Een vreemde bosuil komt even buurten. Zou die interesse hebben in deze kast? De vrouw blijft rustig. Misschien denkt ze, ja, misschien is het gewoon mijn eigen man met nog een muis. Daar gaat hij alweer. Een primeur bij beleefde lente, de merel. Op de schedel van een Schotse hooglander bouwt dit vrouwtje, bruin van kleur, in rap tempo het nest. Het mannetje met een oranje snavel helpt nooit mee. Die zit gezellig bij de vijver. Het merelpaar is al 5 jaar samen en ze hebben hier al heel veel kuikens grootgebracht. Nou, nog even de nestkom bijwerken. Inmiddels broedt vrouw Merel al op een paar eitjes.